It's that Zach Stupo. No, she my flow. Yeah, yeah. YouTube, what's up? En welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie kijken. We hebben een banger voor jullie vandaag. Kijk, deze intro. Anyways, we hebben een banger. We gaan de setup upgraden. Zoals jullie weten, in de vorige video heb ik deze kast. Als je die video nog niet hebt gekeken, ga zeker kijken. Heb ik deze kast helemaal mooi gemaakt voor binnenkort kerst sfeer te geven. Maar we hebben veel kabels die nog niet clean zijn. En dat ga ik vandaag eigenlijk doen. Ik ga op de setup. Dus deze is de setup, mijn streaming setup. Ja, het is een stevige nacht geweest gisteravond. Maar zie al die kabels. Enorm veel kabels. Dus sweet komt Kingsman. Jens, a.k.a. Jens, voor mij. Voor jullie Kingsman. Die komt langs. We gaan samen de cable management doen. We gaan de hele setup clean maken. En we gaan er een video van maken. Dus ja, ik hoop dat je deze video leuk vindt. Drop een like, subscribe. En als je meer van deze weet, wilt zien, laat het weten in de comments. Ik ben altijd wel down om wat leuke video's te doen. Laat jullie ideeën weten, oké? Ik wil meer vloggen. Anyways, geniet ervan. Ook 1 december nieuwe merch drop. Ja, ja. We hebben 2 soorten merch die we gaan droppen. En die zijn limited edition voor een maand lang. Dus als je ze niet in december koopt, ga je ze nooit meer zien op mijn merch store. Het gaat deze zijn. Dus deze. En we hebben ook een kerstmis editie. En dat is deze. Dus deze kerstmis editie, dat is eigenlijk gewoon laagvit logo met een muts. Ik vond die heel basic, heel clean. Ik heb graag clean versies. En dan deze hebben we, is de andere. Dus met de roze, met de laagvit erin op de achterkant. En deze op de voorkant. Dus het is een limited edition voor een maand lang. Mensen die de merch kopen, maken ook kans voor een giveaway. Namelijk, de giveaway gaat zijn, ik ga mijn merch pakken. Ik ga die fine-tunen, misschien zo'n goud randje of heel speciaal maken. One of a kind. En die ga ik geven aan de winnaar. Ik ga die zelf brengen. Desnoods kan ik ook een nieuwe video van maken. Dus one of a kind, limited edition merch geef ik aan iemand die de merch koopt in december. Ik vond het wel een leuk idee. Iemand van mijn mod zei het, van ja, geef iemand een merch. One of a kind, die heel nice is. Allee, je snapt wat ik bedoel. En ga dat brengen, dat is ook een leuk video idee. Dus ja, dat gaat de giveaway zijn. Ik ga nog alles announcen op mijn socials. Maar ja, merch erop. 1 december. Be there. Ja. Hier is eruit. Middelbureer, stop met blaffen. Ja, ik denk dat is hier rode vinger van nu. Alright, oké, okay, we gaan naar binnen, by the way. Check wat Jens gemaakt heeft. Deze is te vet, er zit nog geen ledlamp achter, maar deze is echt te nice. Check deze. Zeg, te clean, boys. Eerlijk. Mooi. Alright, we gaan eraan beginnen. We gaan heel de setup doen, we gaan alles eraf. Allee, we gaan eigenlijk alles wegdoen. Veronderstel ik, en dan een monitorarm zetten. Best wel, want dat zie je eraf. Dus we gaan alles fixen nu en catch you in een update, hè? Of niet? Rijdt er nu zoiets zo in? Check. Boys, voor de mensen thuis, voor als je nog niet wist, ik ben hier bezig met setups, dus. Namen. Why you bullying me? Why you bullying me? Nu gaan we de game PC doen. Ja, en de Ancient printer. We zijn bijna klaar, hè, niet? Ja. Een energielabel. Gewoon te lam om dat eraf te trekken, hè? Hmm.
go. Je gaat 10 kilo stoppen zitten, hè? Ja, maar hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ja, boys, hey, ik ben geen persoon die met zijn pc's bezig is. Dus ik game gewoon, ik ken daar geen nol van. Hè. Maar het is blijkbaar dus een beetje stoffig. Beetje maar, hè. Maar hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Omdat je dat nog niet open doet, je moet dat openmaken, ja? Ja, dat wist ik niet. Dat is zelfs als je naar de tandarts gaat en je zegt, ik wist zelf niet dat ik mijn tanden moest poetsen. Komt dat binnen piepen? Schat, maak je kaart. Zeg, mama gaat ze beetje chocolade van je stoel doen. Ah ja. Ja, dat we? Ja, top. Welke chocolade? Ja, mijn mama wou daar niet gaan opzetten omdat daar chocolade op hangt. Ja, daar hangt ook chocolade. Echt ranzig. Allee jongen, dat is mijn set. Mama, daar ze beetje over mijn. Dat is chocolade, oké? Okay? Ik kan er niks aan doen. Ja, die stoel is 5 jaar oud. Maar wat is dit een haat? Het is geen haat. Hey, want duidelijk een nieuwe setup, oké? Okay? Wacht. Check dit. Voordat we dat afkruisen, ga ik even dit doen. Allee, jong. Nee, oké. Je moet dat zien, manneke. Je ziet dat alleen maar op een camera, maar wij zijn hier live, hè. Kijk. We kunnen gewoon 10 knuffels mee maken, hè. Right, oké. Dus, deze, alle jokes aside, dus deze is wat er nog van houden ziet. Dus die kabel is van mijn Nanoleaf en deze kabel is nog van dat lichtje daar, dus ik ga dat nog laten hangen. Maar we gaan nu de bureau omdraaien, want blijkbaar staat die verkeerd, dus we moeten die omdraaien. En ik ga een andere mat leggen, want deze mat is een klein beetje vuil en we gaan stofzuigen, oké? Okay? Dat is die grondige kaas precies. Ja, ik kan het even alles te goed doen, hè. Zie je waar die bureau heeft gestaan? Dat is vuil, hè. Ah, maar deze is al clean en nu gaan we direct de mat leggen, hè. De mat leggen. Oei. Schatten op zolder? Nee. Schatten onder zijn nachtkastje. Alright, dus we hebben alles gestofzuigd. We gaan nu de mat leggen. Kijk deze, al deze apparatuur. We gaan nu de mat leggen. Wat een pat. Zot, hè? Met de machine. Ja! Kijk niet meer. Het lukt niet meer. De kan in zijn broek. Nice. De rest alles oké? Nee, is alles oké.
de nieuwe mat, nieuwe hoofd. Nee, dus het bureau, matje daarbij. Echt een genieten matje. Hoe zacht. Dus ja, nu gaan we alles terug infrastructuren, hè? Of niet? Oh, no. Het eerste en vooral gaan we die bureau voorzien van een monitorarm voor mijn 3 schermen. Kijk, dit is bed. We gaan nog even bezig zijn, Perzik. Nog een even. Custom build monitor, waarom ook niet? Dat ding hier is te klein voor die monitorarm. Te groot. Dus moeten we dat even bijslijpen. Allee, Kingy heeft dat bijgeschreven. Toppie! Nice! We zijn bijna finished. Echt, zonder deze man had ik dat nooit alleen kunnen doen. Echt, ik moet hier dingen slijpen, ik moet hier van alles doen. Gewoon om die monitor. Jij moest juist fixen. Jij hebt dat gedaan, jij hebt alles gezet. Gewoon om die monitors in elkaar te zetten, echt. Zie je mij dat doen? Denk ik niet. Uit, na x aantal uur, we finally made it. Hier zijn er 3 monitors. Koekoek! Koekoek! Voor de mensen die afvragen waarom deze lager staat, dat is omdat ik het liever zo heb voor te gamen. Maar ja, looks clean. Allemaal dankzij deze jongen. Zonder hem was je nooit gelukt. Ik heb het al eens geprobeerd, het was niet gelukt. Dus clean. We gaan nu de cable management doen. Dit is waar we momenteel staan. De andere is de kabeltjes mooi aan de dingen aan het zetten. Hier staat de GoXLR, alles erop en aan. Er zijn nog wel wat kabels die moeten gefixt worden, maar we getting there. It looking crispy already. Crispy. Dat is allemaal hetzelfde. Ik ben benieuwd naar het final product. Come to, I believe. We getting there. Allee. Stel ik eens aan, ja. Stel ik eens aan. You getting there. Begint te gaan. Nog een paar kabels, nog een paar dingen. We almost there. Jongens, je zit neer en nog niks gedaan vandaag. Ja. Hi hey boys, zo ziet het er momenteel al uit. Er is echt nog veel nest op. Maar we gaan nu naar de Crevo gaan, want we hebben internetkabels die we vandaar trokken naar hier en dan in mijn pc's. Maar we gaan nu zo een remote controller kunnen halen of zoiets. Dat cleaner is in de Crevo, dus we gaan dat nu even doen. En dan gaan we zo goed als gefinished zijn, maar als je deze even checkt. Oké, het is nu nog rommel, maar het gaat er echt clean uitzien. Zeg, als ik kan helpen moet ik zeggen, hè. Ja. Als ik iets kan doen of zo, want ik zet die mij al. Bro, deze man heeft letterlijk alles gedaan. Hey, we zijn, hoe lang zijn we weg geweest? We zijn naar de Crevo geweest en naar omstreken en we hebben deze gekocht voor de internet en dan deze zo voor stopcontacten aan en uit te zetten. Automataten, hè? Vooral in 2 uur gaan achterzoeken. Nice. Alright, ladies and gentlemen. Na, hoe laat is het? Het is bijna 5 uur. Na 7 uur, fully focused, veel hard werken, vooral ik, weinig Jens. Psych, is het product eindelijk af. Hier is de nieuwe bureau. Check eens aan, dus hier is het Laagvliet logo dat Jens heeft gemaakt en dan hier hebben we de setup. Kijk, deze cable management. Wacht, ik ga het laten zien. Anders moet jij rondgaan, anders moet jij gek interveren. Oké, dus hier op zich alles clean. Daar ligt een muis, die is bekabeld. Daar een toetsenbord is bekabeld. Anderzijds weinig kabels te zien. Hier vanachter wel nog een beetje van de GoXLR en van de printer die naar daar moeten gaan. En hier ligt nog een losse kabel van de koptelefoon te liggen. Deze twee die hier liggen, dat is de batterij voor in de camera te steken. En de mini HDMI voor in de camera te steken. De rest is eigenlijk redelijk clean weggewerkt. Daar hangt een kabeltje en daar hangt er eentje. Deze moet nog wel naar boven. Getukt zelfs. Maar ja, hier staan 2 computers met allemaal kabels. Ik denk dat er een volledige rattennest onderin zit. Maar echt clean, man. Ik zou het zelf niet kunnen. Fucking epische bureau nu. Clean setup, eindelijk terug. Waar ik gewoon kan zitten en gamen. Oké, nu zit ik zo, maar ik kan eindelijk. Deze man gaat even op zijn knieën voor mij. Ja, echt. Normaal gezien, fucking vol met kabels hier. Nu niet. Dus ik zeg het, we zijn 7 uur bezig geweest. Dus resultaat is mooi bien. Fucking love it. Dus shout-out naar Kingy. Thank you. Deze man heeft letterlijk alles gedaan. Ik heb niks gedaan. Dus shout-out, show him some love, boys, oké? Okay? Je kent zijn Twitch, ik zal het wel linken in de description. Thanks om te kijken. Ik ga zoiets nog wat shots maken. En tot de volgende. Peace! Peace!